Hallo Black Legion en welkom bij dag 4 alweer van Sleeping Dogs. We zijn, ik ben alvast naar het laatste gele ding ingelopen. Alleen zaten hier nog een paar biatjes bij een kistje, dus gaan we die even vermoorden. Die moeten we heel snel voor zijn bakken strappen. Zo, bam. Save me. En dan moeten we ook nog de ding hacken. Het is dan gewoon overdreven beveiligd. Dan moet hier ook wel heel veel in zitten. Als het even 10 euro is. Dan zou het niet lief zijn voor die game. Ah, kijk. We hebben een fake Ikoze hoodie en 5000 cash. Whoopie fucking do. We gaan hier naar het laatste gele ding toe. Hij lijkt nog steeds wat af en toe. Ik weet niet waarom. Echt niet waarom. Even kijken, hier overheen en dan daarheen. En het is hier allemaal een dikke botenbende. Wat echt crap is, vind ik. Maar doe maar. Het is ook, je hebt ook echt een probleem als je in deze boot zit en je wilt eruit naar buiten. Dan kom je niet zo ver. Dat is niet zo handig. Maar ja, na heel veel geklim zijn we er eindelijk. Hier bij de waterval. Kom op, klim. Lee, ga me niet vertellen dat je hier niet tegenop kunt klimmen. Maar daar wel weer. Maar daar aan die zijkant niet. Awesome pet bird. Nice. Got anything useful? Would you like a pet? My birds make the best companions. Yep. Alright, I'll take it. Yay, we hebben iets gekocht voor ons huis. I'll deliver him before the end of the day. Okay, prima. Je doet maar. You stoned again, Dusty? No, man, no. Hey, Dusty, je hebt weer de ding. Now I got to do another video, but the cockroach that was supposed to run for me disappeared. Ah, oh ja, die dude, die free running dude. I see. I think a cat ate him, man. So be careful. Een kat? Juist, en jij was niet stoned. Oh nee, je had een paar mushrooms gebruikt. Follow the blip, sowieso over de bodem. Go pink. Pink man, go pink? Wat? 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 Wow, sick shit, sick shit. Aan de kant, move it. Hey jongens, aan de kant. Kom op, nog maar 10 seconden. Nog maar 8. Kom op, kom op. Nice, bam, binnen. Mr. Nice Guy, we hebben nou alle dingen gedaan. Voor face level, alles. Blijkbaar. Anders geeft hij ons die achievement niet, denk ik. Mr. Nice Guy. Oké, okay, dan hebben we alleen nog een paar races. 3 om exact te zijn. Die race ook echt super lang, wil ik die al doen. De Queen. Dan moet je naar Victoria's Peak, of hoe die ook heet. Waarschijnlijk daarom ook Queen, Victoria. Hier komen we van het dak af. Crap, dan moeten we wel zwemmen. Nou, goed. Swim. Swim, wee, jongli, swim, chen, ding. Eens even kijken. Hier overheen. Gewoon geen moeite doen. Om over een brugje heen te gaan lopen. Oh, we hebben hier ook nog een massage parlor. Dan krijgen we nog meer face level, maar daar hebben we niks aan. Maar we hebben al genoeg. We zitten al op maximum. Eens even kijken. Deze richting op. Hé, hey, wat een mooie bezem heb jij, jongeman. Een hele mooie bezem! Als we daar niet tegenop kunnen klimmen, dan is er ook iets mis met onze Wei Sheng. Oeh, kunnen we die bus meenemen? Zou het genius zijn? Yes! Nice! Oké, okay, daar gaan we dan. Op twee wielen. Oh, crap. Die bus die stuurt echt als een bus. Even kijken, we hebben hier een klein kistje, zie ik ook. Hij moet gewoon naar rechts zo meteen. Oké, okay, dan gaan we eerst een kistje halen hier. Die zit hier binnen ergens. Hong Kong Speedy Bus. Aha. Volhouden. Oké, okay, we gaan even daarheen.
Hey, bitches, geef mij mijn kusje. Dat was echt de beste nog steeds. Dat een knietje en dan bam, vol tegen zijn bek aan trappen. Dat werkt nog steeds het beste. Maar dat was er weer een. Het gaat redelijk snel, die dingen. Oh wacht, geef jij me maar even haap. Noodles, geef me mijn noodles. Dat vind ik echt smerig persoonlijk, maar ik vind echt helemaal niks. Nou, ik op papier zitten slurpen. Maar uit, doe maar. You hungry, huh? You hungry, huh? Deze auto had eens een duur, toch? Ja, dat was zo'n eentje. Dat is meer zo'n Subaru-achtig iets. Wow. Maar bij de race moeten we toch iets anders uitkiezen. En als het goed is het geen motorrace, maar nog een andere. Want deze stond er ook al een heel poosje, dus... Ik denk dat dit een klasse A race is. Ja, sowieso. Wangang. De Wangang. De Gangnam. De Gangnam GSX. Maar toen deze game uitkwam was Gangnam Style nog helemaal niet bekend. Maar ik heb deze game... Ik heb laatst naar de saves gekeken. Ik heb deze game... 17 augustus kwam die binnen. Toen ben ik begonnen met de serie. En 21 augustus, 4 dagen later... was ik klaar met de hele game. En opnemen, zeg maar, en al die shit erbij natuurlijk. Want dat vergt iets meer tijd. Kijk, als je dat niet doet, dan ben je nog sneller klaar. Maar toen was ik al klaar. En dan te bedenken dat sommige commentators nu nog steeds bezig zijn met Sleeping Dogs. Die zitten op part, weet ik veel, in de 50. Die zijn daar nog steeds mee bezig. Dat vind ik echt gewoon veel te lang. Maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Ik vind het persoonlijk echt veel te lang. En dat duurt toch gewoon een eeuwigheid. Er is de lol er ook vanaf, vind ik. Maar dat zijn jullie van mij gewend. Ik upload altijd direct alles zo snel mogelijk. Zodat je het zo snel mogelijk hebt gezien. Dat is denk ik het leukste. Je gaat er geen 3 maanden over doen. Wat is nou oktober? Augustus, september? Ja, oktober. Nou, zo'n beetje 2,5 maanden, zeg maar. Tegen de tijd dat hij klaar is. Het gaat helemaal goed hier. Victoria's Secret. Zit er 50% bijna. In nu. Dus we moeten nog best wel een eindje. Maar onze Gangnam Style auto, Gangnam GSX, helpt ons er helemaal doorheen. Komt helemaal goed. Het is een mooie auto, nog steeds. Toch wil ik er nog wel een A-klasse auto bij kopen. Maar dat gaan we straks nog wel even doen. We hebben alle gele missies gedaan. We zijn bijna op weg met... bijna klaar volgens mij met alle races die er zijn. Dus dan blijft er niet veel over voor de resterende dagen. Dus dat, als het zo doorgaat, dan moet ik nog een andere opvulling erbij zoeken. Maar dan moet ik even bedenken wat weer. Maar ik zat nog te denken aan Drive San Francisco. Ook wat de challenges en dergelijke. Even wat wegwerken. Dat is ook nog wel leuk. Een paar races doen en alles spul. Dus moeten we nog maar even kijken. Oeh, crap. Hekje, paaltje. Rij, gas. Gas, gas. We zijn er bijna. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Oh crap. Maar nog niet helemaal. Was dat niet mooi gezongen? Met 2 verschillende toonhoogtes en stemmetjes. Vonden mensen blijkbaar leuk als ik stemmetjes deed, dus bij deze. Ik doe het niet te veel natuurlijk en dat wordt echt irritant. Ik heb let's go! Ook al een hele poos niet gedaan. Yeah! Race replay unlocked. Wauw. En nu? Hebben we nog 2 races? Nee, 3. Dit is race replay dan. Nee, early grave. We gaan deze race wel doen. Die zit hier in de buurt namelijk. Soort van in de buurt. Want die andere gast met zijn auto's die hij verkocht, dat was volgens mij die dude. Maar goed herinner. Want die dude is crap. Daar hebben we niet wat. Die is crap. Dus dan moet dat die gozer zijn daar. Daar kunnen we op zich ook wel heen rijden. Dat is dichterbij. Maar we gaan maar eerst even een andere auto halen. We gaan daarna wel even racen nog.
Even omrijden, even iets ziekenhuis, omdat het kan. Dat kan, omdat het leuk is. Nou, laten we die lockbox hier nog maar mee pakken. Hallo meneer, oeh, fuck. Vol erop gepland ook. Zijn die lui? Ja. Hallo. Ach, man. De auto zit een klein beetje vast. Gewoon heen en weer rijden, dat is echt makkelijk. Alleen rookt onze auto nog een klein beetje. Alleen die duurt achter ons nog. Nou ja, we zullen even uitstappen. Hey, jij daar. Zo, bam, uppercut. Falcon punch. Gewoon omdat het leuk is om te roepen. Hij zit er mooi in een hoekje te chillen. Nou, we even unlocken. Als dit 18 is, zou het echt baas zijn, maar is het helaas niet. Dat was leuk geweest. 20, 19, 18. Yay, discovered 16 van de 30. We moeten het nog best veel. Er zijn er ook nog best veel. Er zijn, hier is er ook nog één. Als we hier verder rijden, daar is er ook nog één. Dan blijven we doorgaan. Wow, nice. Mooie landing. Oh, daar was nog een missie ook. Terug. Oh, nou niet meer. Aan de kant. Dit heb ik volgens mij inderdaad een keer eerder geprobeerd met de rondleiding. De map tour. Dat ging ook een beetje mis. Oké, dan maar uit de auto. Oké, dan eerst met water in, dat is goed. Maar kom op, je kunt... Soms heeft hij echt kuren, joh. Dan kan hij echt dingen niet opspringen. Slaat nergens op. Echt een rare kuren af en toe, die jongeman. Oké, naar boven. Overheen. Hallo. Zo. Dat was wel raak. Dat ook wel. Zo, dat is één. Yes, extra face level experience krijgen we. Oeh, die dude is niet dood. Hij is ook tougher dude, hè. Die dude gaat zo dood. Met één zo'n trap tegen zijn bakken samen. Deze luidje niet. Die lompere. Ah, bam. Hij is dood. Kijk aan. Ah, alweer een lock erop ook nog. Ze zijn goed bezig met die locks. Vinden ze leuk werk volgens mij. Hier is 16. Of 15 is het niet. Dat hadden we wel. Daar starten we op namelijk. Baseball cap. Yay. Weer iets. Mijn auto staat hier nog, als het goed is. Yep. Is nog niet gejat. Niet echt een goede positie om dingen te jatten, maar... Oké, kom op, autootje. Je overeind. Goed zo, brave, lieve auto. Kut, bus. Oké, laten we die gele ook nog even doen hier. Wat het ook is. Waar het ook is, trouwens. Als je beneden. Ah, weer een kofferbak. Hij is een enemy. Zo, defeat the fog. Dat was moeilijk. Dat was makkelijk. Echt niet te zuinig. Gewoon kabam bam. Maar ja, we hebben er weer een bij gedaan. Dat zijn we terug. Goeie jongens. Even kijken. Ik wil daarheen. Naar de vehicle store. Dan moet ik hier langs. Laat u bij de volgende bocht linksaf. Laat u daarna rechtsaf. Drift u naar links. Dat was geen drift.
zo spoedig mogelijk keren. Wat keren? Ah, waarom werkt dat niet? Ik gewoon. Gewoon 180 doen en dan achteruit weer rijden en dan weer terug 180, zodat we weer rechtstonden. Het is niet echt een 360. Een 360 is er gewoon ronddraaien. Het is een beetje een cheap ass 360 eigenlijk met achteruit. Maar pech gehad. Oh nee, roadworks. Blijf leuk om hier overheen te vliegen. Zo. Als dat niet de grootste jump ever was in deze game. Nou, dat was het blijkbaar niet. Maar hij telt het niet mee als jump. Niet nu. Ik had. Kutsel, ik wist het. Ik had niet mijn navigatiesysteem te vertrouwen. Wow, wat stop jij opeens had dan? Hier, gefixt. We zijn er. Zo'n beetje. Waar moeten we heen? Daar moeten we heen. Oké, dan moeten we die kant op. Er is hier een gate, blijkbaar. Ja, dit lijkt volgens mij wel op waar we moeten zijn. Ja, dit is waar we moeten zijn. Dit is de A-klasse. Dude. Kijken wat hij allemaal heeft. Big Gate Shipping Company. Een hele dikke motor. Nog een dikkere dan die wij hadden. De Panther. De Tourno. De Boss. De Etalon. En de Velocitica. Maar die hebben we gehad. En die vond ik aardig lelijk. Deze is misschien wel mooi. Maar dat weet ik niet. Komen we zo achter. Hij klinkt wel lekker op zich. Fastback. Mooi kenteken plaat ook. Nou, is niet slecht. Maar ik wil er nog wel één kopen. Hallo. We zullen die motor ook kopen. We hebben twee motoren. Gaan we deze nog weer anders? Kom hier nou tegen een dude aanpraten of zag ik dat nou verkeerd? Ja, maar wat de fuck kan ik bij jou doen dan? Wat ben jij? Fish. Kopen. Show me what you got. I have brand new fossil chromis. Big, very colorful. No tank is complete without one. Alright. Now you got a sale. We hebben een visje gekocht. I'll have my technician drop one off on his way back from the harbor today. We hebben een visje gekocht voor in ons huis. Yeah. Ik heb nou officieel een huisdier. Oh yeah. Een huisdier. Waar ben je? Alright, we hebben nog genoeg cash voor iets anders. Dat was echt een kut auto, wat ik me nog herinner. Deze vond ik ook niet mooi. Dit lijkt op Ferrari. Dit lijkt op, weet ik niet. Waar lijkt dit op? Iets raars. Op zich de Ferrari lijkt me wel leuk. Laten we de Ferrari maar kopen, wat boeit het mij ook. Ah, dat is die. Ah, hij klinkt ook wel een beetje. Ah, hij is nog niet zo slecht deze. Even kijken, nou moeten we alleen nog naar een race toe. Daar is een race. Hey, deze keer zegt de game wel van je mag gewoon achteruit gaan rijden. Early Grave. Zullen we kijken wat dat voor race is. Deze rijdt op zich nog wel lekker. Er is weinig te klagen over deze auto. Zo mooi. Maar die andere ook wel op zich. We hebben nu tenminste een paar AAA-auto's. Die zijn ook het snelste en ook wel het mooiste op zich. Oké, we hebben genoeg geld om nog wel een C-klasse motor te kopen als we die tegenkomen. Ja, dacht ik al, dat zijn motoren. Oké, we hebben er twee. Welke vinden we het mooiste? Pak ik deze wel. 1100cc Hong Kong Cemetery.
Dan gaan we dan. Ik ben niet goed met wheelies en al die shit. Ik zou niet weten hoe ik ze moet doen eigenlijk. In één keer. Maar ja, motorrijden, dat moeten we nog wel kunnen. Denk ik, zomaar. Kijk, we zijn al bijna eerste. Bijna. Mooi, we gaan bochten in. En hekjes. En hekjes, ook heel belangrijk. We gaan een hekje. Oeh, fuck. Oh, kijk aan, dat gaat perfect. Niet lief. Beetje afslaan in een race. Hier heb ik heel veel kistjes, zie ik nou dus. Die we allemaal nog moeten vinden. Nou, weten we gelijk wat we kunnen gaan doen. Hier hebben we nog een camera. Vlakbij het huis. Ook nog makkelijk. Hier hebben we nog een camera. We moeten hier nog veel doen, joh. Wist ik helemaal niet dat we hier nog zoveel moesten. En bam, gefinished. Simpel. Turn to game. Oké, dan gaan we eens even. We beginnen gewoon met die drugbust. Oeps. Kunnen we die aanrijden met de motor? Yep. Dat is wel genius. Er zijn echt twee dood van die lui. Nou ja, we laten, gaan we afstappen. We gaan die lui gewoon neerrachen. Auw. Alleen moeten we zorgen dat de politie dat niet echt helemaal hoort, want dan krijgen we nog politie achter ons aan. En daar zit ik niet echt op te wachten. Hé, hey, niet lief. Kom maar. I will kill you. Auw. Dev. Zo, neergestoken. Wow, nog één neergestoken. Ha, mis. Spring je. 14 fucks remaining, hè. Niet te zuinig zoveel. Wow, nice! Disarm attack. Zo, was dat twee vliegen in één klap? Ja. Ziek. Baton. Nog 9 remaining. Fucking badass gevechtje. Oh, nog één. Kitchen knife. Bring it. Steek je er aan. Wow, nice. Meet you. Kom maar. Kom maar. Mooi. Kut. Zie? Dat dacht ik al wel weer. Was het niet zo handig om die te gaan gebruiken. Twee remaining. Eén remaining. Mooi. Die hebben we gehaald. Zoiets. Oh, we hebben hem echt gewoon gehaald nu. Wapen, verberg je wapen. Goed zo. Hack de camera. Oh, daar staan we naast. Kijk aan. Lucky, lucky, lucky. Dat was echt gewoon lucky. Zeggen we wel. 1, 2, 3. Alleen de 3 is goed.
3, 4, 5, 6. Okay. De 3, de 4 en de 5. Is dit gelijk 7? Nee, is allemaal weer fout. Is dit misschien een 4? Dit een 5. Dit een 3. Nee, alleen de 3 is goed. Even kijken. Nou, de 5 kan alleen maar daar. De 4 kan alleen maar hier. En dan kan hier alleen maar 9. Bam. Komen er wel, duurt alleen even. Ah, weer op het motortje gestapt. En, oké, dan rijden we even naar huis toe. Gaan we gelijk even die drugbust luidjes oppakken. Nice. Dat was gewoon skilled. Dat is gewoon een vol luck. Zo, bam. We hadden nog maar één kogel. Dus nou kunnen we weggooien, die pistool. Gooi me weg, hallo. Lamzak, gooi me weg. Goed zo. Kijk eens. We hebben best wel een chill huis hier. Echt nice. Oh, hier hebben we visjes voor in het aquarium. Oh, lief. Lief. Oké, okay, we gaan even een surveillance camera gebruiken. Kennedy Town. Triad activity. Het is wel leuk om al die dingen zo nog even te doen. Jij bent de dealer. Die anderen staan altijd bij elkaar eigenlijk. Het is altijd eentje die andersom staat. Zo'n beetje. Dat is over het algemeen de dealer. Zoals nu ook. Iedereen rent weg. Done. Oeh, bijna level up met de kop. Nice. Nice, nice. Maar we gaan verder in de volgende part. Laters.